Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag gaan we het wereldrecord visstick bakken verbreken. Ja! Hoe gaan we dat doen? Ja, het was meer jouw idee, dus ja, hoe gaan we dat doen? Ja, laten we eerst gewoon een visstick halen en dan kijken hoe dat ding eruit ziet. We volgen vandaag jou. Ja. Oké. Okay. Ja? Okay. Gaan we die kant op. Oké. Okay. Grapje, die kant op. Trouwens, wacht, ik ken nog wel een goede chef-kok in Volendam, die kan ze wel helpen. Jij kent een chef-kok in Volendam? Ja. Jij kent een chef-kok in Volendam? Ja. Oké, okay, nou bel. En die kan ons vast helpen, want Volendam is natuurlijk vis. 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 Vis sterk. Vis sterk. Vis sterk. Kom, we gaan naar Volendam. Ja. Ja. Jij bent gek, hè? Jij bent gek. Kijk eens. Hey, welkom in restaurant Pieterman, Volendam. Hoi. Hoi, Stefan. Hoi. Hey, ik heb een beetje een gekke vraag. Wij willen vandaag het wereldrecord visstick bakken verbreken. Kun je ons helpen? Kijk, natuurlijk gaan we jullie helpen. Leuk. Top, top. We hebben een grote keuken, dus dat moet lukken. Goed, nou, ja, aan de slag dan. Nou, ja. Visstick. Goed. Kijk dan. Het huidige record staat op de naam van Michael Courage. Courage. 2 meter lang. Michael Gorich. Het is een Duitser. Hij heeft eentje van 2 meter lang gemaakt. 2 meter lang. 2 meter? Ja. Dus een visstick van 2 meter, kijk. Hè? Echt? Kijk. Die van ons moet dus waarschijnlijk. We hebben een kok nodig. Ja. Een kok. Een notaris, die natuurlijk het record hebben beoordeeld. Ja, dat moeten we officieel zijn. Hoeveel kilo visstick hebben we nodig? Nou, ik denk dat we wel 200 kilo nodig hebben. 200? Oké, okay. We hebben een hele grote bak nodig. Zo. Okay. Als jij dan die bak voor hem regelt, bel ik Ilo. Oké. Okay. Oh, dit gaat nooit lukken, man. Dit is wel best wel werk. Wat is dit voor een dom idee? Maar het is het allemaal waard, hè? Oh, ja. Ik heb echt om die Duitsers namelijk echt gewoon dat wereldkoffer van te nakken, weet je. Heb je ook een stukje visstick? Ja, lekker. Is die warm? Ja, pas op dat je niet in die visstick. Hoe groot moet die voor ons zijn? 2 meter 10. 2 meter 10? Ja. 2 meter 10. Wat zit hierin? De bak voor de visstick. Oh. Mooi! Is dat een bakvorm? Ja, dat is een bakvorm. Ik zou hem een notaris voorstellen, dat is natuurlijk allemaal vandaag heel officieel. En waar gaat hij op letten? Op alles wat jullie doen. En we hebben ook een getuige, toch? Ja, dat is ook nodig. Getuigen. Nodig. Waar is onze getuige? Hey, die gaat van Real Man Kitchen. Ja, die is hij dan. Heb je die gezien? Ja. Hier, daar heb je hem. Kijk. Hij is al bij me. Hi. Kom erbij. Kijk, goeiedag jongens. Goed bezig. Ja, lekker. Vandaag in Real Man Kitchen, de Real Man Fistburger. De Real Man Fistburger is een feit. De burger die de mannen van de jongens onderscheidt. Denk jij dat het gaat lukken? Ja, tuurlijk. Ja? Krabbelt jij je? Je gelooft het niet. Ik heb een zakje paneermeel voor jullie. Wat dan meer? Dat heeft natuurlijk niks met dat paneermeel als je geen eiwit hebt. Eiwitten. Viskruiden. Okay. Viskruiden. Wat peper en zout er doorheen. Peper en zout. Viskruiden. Dus eerst de viskruiden, dan in de eiwit, dan in de paneermeel en dan in het bakblik. Kind kan de was doen. Top. Ja. Gadverdamme. Wat ga je nou doen? Ja, ik moet die vis een beetje uit de kar halen. Toch? Jongen, Jamie Oliver is er niks bij. Gewoon lekker knijden met je handen door die vis. En voel de vis. Jongens, ik stop mijn stuk erbij. Jij bent de vis. Voel de vis. Jij bent de vis.
Ja. Ja. Ik vind het eigenlijk wel een beetje fraai. Ja, ik ben alleen maar ooggetuig, hoor. Waar moet ik het gewoon ergens? Maakt niet uit waar. Oké. Oeh, dat is niet goed. Dit is niet helemaal goed gegaan. Aangezien we met een echt wereldrecord bezig zijn, moeten we dus echt volgens de stappen doen. Maar Giel die dacht, laat ik gewoon alles in één keer erin flikkeren. Dan zal het vast goed gaan. Maar dat kan dus niet, dus we gaan alles eruit halen. Dat ga jij doen. En dan gaan we eerst paneermeel doen, dan de vis en dan weer paneermeel. Ja. Top, duidelijk? Ja. Oké dan. Even kijken, het vorige record was 135 kilo. 135 kilo. Eén pak vis is hier 7,5 kilo. 240 kilo, hier, bam. Dus dan gaan we er met maar liefst 105 kilo het oude wereldrecord verbreken. Hoe ziet hij eruit? Ja, mooi. Hij is even te groot voor mijn oven alleen. Ja, dat weet ik wel. Hadden we daar al aan gedacht? Ik heb nog wel een kennis in Amsterdam met een grote oven. Zouden we die maar eens gaan bellen? Wauw. Ja, doe maar. Ja, dan gaan we hem daar in overleggen. Ontmoeten. Ja, dat is een goed idee. Top. Dat ding is loser. 240 kilo. Jezus! Hij zou 185 zijn en hij is nu? 250 kilo. Hoeveel mensen zijn er nodig om één visstick te verplaatsen? Denk erop in, aan deze kant. Yes! Yes! Ik ben wel heel benieuwd of het gaat lukken, wat denk jij? Ja, het gaat zeker lukken. Oké, okay, mooi. Waarom laat Thomas dit doen? Gewoon, Brian, dat die kant. Hierheen. We hebben een eerlijke visstick. Nou, breng maar mee. Dat kun je. Jalla, kom op. Ja, kom op. Oké, jongens, dankjewel. Yes! De grootste visstick ter wereld staat nu in de oven. En nu wachten. Hij moet 68 graden minimaal worden. En hij moet sappig worden natuurlijk. Oké. Laat het ons weten, jongens. 81 graden. Ja, man. Dat is goed, man. Ja. Hij kwam er even uit. Hij, ja. Jongens, dit is de grootste vis in de wereld! Oké, het oude record stond op 135 kilo vis. 258 kilo. Ja. Ik denk dat we even wat visstick gaan uitdelen in Volendam. Ja, we hebben toch genoeg voor iedereen. Nou, we zijn weer in Volendam. En hier is... Brammetje! Brammetje! Zijn we weer? Zeker! Weer een stukje proberen. We gaan een stukje proberen. Lekker, jongens! Ja! Lekker!
Cameraman, cameraman, leg jij nog wat vis in? Hier. Kijk, alsjeblieft. Zo, wees smakelijk. Nou, wil jij nou ook nog meer epische, hilarische video's zien van onze Wheelman Kitchen? Klik dan hier! Klik hier! Klik hier! En verder, vond je een leuke video, geef even een duimpje omhoog! En wil je meer van ons zien, abonneer dan gelijk even op ons kanaal. En laat in de reacties weten wat jij ervan vond. En je kunt ons ook volgen via social media, Facebook, Twitter en Instagram. Tot volgende keer! Tot volgende week! Ja!